Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord carrière. We gaan gewoon weer lekker een paar wedstrijdjes spelen, want ja, daar zijn we op toe. Het is geen transfermarkt. We hebben net een paar nieuwe spelers gekocht in de winter, dus dat kan je allemaal zien. Villalba is onder andere gekomen en jongens, wat doet hij het toch fantastisch. 4 keer gescoord tegen PSV, dus dat is niet normaal. Maar ja, hij is ook niet normaal, hij is gewoon fantastisch, fantastisch goed. We spelen op Ultiem, zoals je kan zien, wel competitiemodus uit, want als je dat aanzet, dan is het echt geen doen. Dus dat, ja, veel anders dan dit kan het helaas niet worden. Even kijken wat we gaan doen. Tegen wie gaan we spelen vandaag? Ik ben wel even benieuwd. Volgens mij sowieso tegen Excelsior, want dat hebben we de vorige keer niet gedaan. En tegen AZ voor de beker. En wanneer gaan we eigenlijk weer als Europees, jongens? Europees, er moet nog geloot worden, denk ik. Of die tussenwedstrijden in de Europa League moeten nog gespeeld worden. Want wij zijn eerste geworden, dus die tussenwedstrijd hoeven we niet te spelen. Dus dan moeten we misschien verwachten dat die gespeeld zijn. En ja, daarna de volgende loting. Dus we gaan het gewoon in Rotterdam tegen Excelsior doen. En daarna tegen AZ. En ik heb het nog niet uit mijn strot, of de loting is bekend. Het is niet te geloven. De loting, Real Sociedad is de tegenstander. Maar er zitten nog een paar wedstrijdjes tussen. Dus ik denk niet dat we dat nu gaan doen. Maar het is wel leuk om te weten dat we dus tegen Real Sociedad in de Europa League gaan spelen. En dan gaan we naar de mooie, enige, echte Kuip in Rotterdam. Voor een van de stadsderbies. Een van de zes natuurlijk, want er zijn 3 Rotterdamse clubs. Een van de 6 Rotterdamse stadsderbies in de Eredivisie. En die spelen we thuis tegen Excelsior. En ja, het is gewoon een wedstrijd die we moeten winnen. De opstelling is dus als vorig Bijlo wel op doel. Pedersen, Casemiro, Van de Ven en Hartman. Perone, Evander, Bilaude, Paisao, Danilo en Trezor. Ik weet nog steeds niet hoe je het uitspreekt. Weet je, Roos? Weet iemand hoe je dit nou uitspreekt? Is het Trezor? Ik denk het wel. Ik denk dat het een soort half Frans-achtig is. Het is natuurlijk een Belg, misschien het Franse gedeelte. Dus laten we het daar gewoon even op houden. Moeten we hier verdedigen? Is het hier Van Duinen? Akas en Wierjo kan redding brengen. Hoop ik dat de informatie echt snel uit beeld verdwijnt. Ik word er zo moe van, hè. Waarom staat dat überhaupt ineens aan? Er is dus vorige week ineens een soort update gekomen en nou heb je elke keer die informatie in beeld. Ik ben er zo scheidschiet van. Het leidt zo ontzettend af. Echt niet te doen dit. Maar goed. Bilaude, nee, Perone is dit. Oh, die wordt eronder uitgehaald. Komt daar een kaart? Daar komt geen kaart voor Excelsior. Perone. Op Bilaude. Bilaude die kan gaan schieten. En dat is een heel mooi doelpunt van de Argentijn. Bilaude. Hij krijgt tijd, hij krijgt de ruimte. En die neemt hij ook. En dan schiet hem weer heerlijk binnen. En dat is al een vroege voorsprong voor Feyenoord zo. Wat met het B-elftal dus ook gewoon prima uit de voeten kan. En hier zo laat Bilaude dat onder andere zien. Als hij speelt, is hij toch ook regelmatig belangrijk met goals. En hier zo net buiten de 16, buiten bereik. Keeper, doelpunt. Een bal richting Azarkan. Hartman verdedigt goed. Trezor. Danilo. Danilo, is dit buitenspel? Trezor, geen buitenspel. Kan die gaan scoren? Hij schiet. Nope. En oh, recht op de keeper af. Maar ik zou dan nog. En oh, weer een redding van Alblas. Dat is jammer. 2 grote kansen voor Feyenoord. Hoewel die laatste viel wel mee. Moeilijke hoek. Daar, Bilaude met de kopbal. Maar die gaat er weer niet in. Paisao, Bilaude. Bilaude, goede bal richting Paisao. Die kiest voor Danilo en oh, Alblas en Paisao in 3 keer. Nee, gaat er gewoon niet in. Niet te geloven. Dan Pedersen. Moet verdedigen. Als hij kan. Pedersen. Ah, even hier. Ja, Van Duinen met de goal. Het is goed uitgespeeld van Excelsior. En Van Duinen die het uiteindelijk nog afronde. Spelen de bal goed rond. Sterk aan de bal. Azarkan hier met de assist. Draait goed weg. Van Duinen staat vrij. En Bijlo is kansloos. Van de Ven. Danilo. Bilaude is doorgelopen. Kan de 16 binnen. Heeft wat ruimte. Bilaude kan die gaan scoren. Nee! En Paisao dan. Nee! Die gaat er ook niet in. Wat een kans weer. Maar geen doelpunt. Hartman, die wint daar. Bilaude. Paisao. Die heeft ruimte.
Die gaat er maar schieten. En die gaat er ook bijna in. Alblas met de redding. Azarkan weer. En dan komt Azarkan aan de bal. En dan is het 2-1 voor Excelsior. Hoe ongelukkig. Feyenoord raakt daar ineens die bal kwijt. Dat van de Ven. Goed verdedigde. En die valt zo voor de voeten van Azarkan. En die haalt uit. En die doet zijn huidige werkgever. Hij is natuurlijk gewoon contractspeler van Feyenoord. Het is verhuurd. Doet hij toch wel erg veel pijn. Hartman, goed gedaan. Idrissi nu aan de bal. Danilo, naar wie? Terug, Perone. Trezor, hier aan de bal. Komt langs zijn man. Legt hem op Danilo en die moet er dan in. En ja hoor, het is 2-2. Danilo met de goal. Trezor met een hele goede actie. En Danilo die de gelijkmaker scoort. Een belangrijke goal ook voor Danilo zelf. Want hij stond al een poosje droog. Veel kansen gemist de laatste tijd. Maar hier gaat hij er dan eindelijk in. En het is 2-2. En ik weet niet wat Bijlo nu aan het doen is. Jongens, het is 2-2 tegen Excelsior thuis. Die normaal heb. Feyenoord moet nu de bal hebben. Anders kunnen we geen aanval meer doen. Excelsior komt met de aanval. Als hij kan. En ja hoor, het is van Duinen. Het wordt 3-2 voor Excelsior. Ongelooflijk dit. De eerste beste aanval. Het is gelijk alweer raak voor Excelsior. Ja, die vieren dit natuurlijk. En niet te zuinig ook. Staat Feyenoord daar toch weer te slapen. Azarkan staat er helemaal vrij. En ook Van Duinen wordt niet gedekt. Feyenoord er dan nu nog één aanval uitgooien. Trezor. Met Dilrosun. Gewoon maar naar voren toe. Dilrosun. Kappen. Naar binnen toe. Dilrosun, leg hem af, Trezor, en het is 3-3, het is niet te geloven, het wordt ook nog 3-3. Jongens, wat een slot van deze wedstrijd. Ja, Trezor, die zal natuurlijk blij zijn, zijn eerste goal voor Feyenoord. En mag je dan toch alsnog een punt wel vieren, want in zo'n krankzinnig slot, om toch nog gelijk te maken, ja. Dan zal het nou toch wel afgelopen zijn, jawel, het is afgelopen. Zo eindigt deze Rotterdamse stadderby in een gelijkspel, in een krankzinnige 3-3. En dan gaan we alweer naar de volgende wedstrijd en die is in Alkmaar en die gaan we spelen tegen AZ. En dit is in de beker. Het is de halve finale en Feyenoord wil natuurlijk naar die finale. Dus deze moeten we winnen. De vorige keer dat we tegen AZ speelden, wonnen we heel ruim in Alkmaar. Dus hopelijk gaat dat nu weer gebeuren. En AZ gaat dat doen met Jensen op goal, Sugawara, Van Heusden, Martin Zindi, De Wit, Bazour, Buurmeester, Reinders, Evjen, Pavlidis en Carlson staat links voorin. En dan gaan we naar de opstelling van Feyenoord. Bijlo in de goal, rechtsachter Geertruida, De Neer, Trauner centraal, Hansko op links, Timber en Evander centraal op het middenveld, Szymanski op 10, Villalba op rechts, Jota in de spits en Orellano speelt op links. Hansko richting Szymanski. En Jota. Jota met veel ruimte ook. Kan schieten, maar Martin Zindi blokt. Jota dan. Weer met ruimte. Wordt het weer geblokt. Geertruida pakt op. Hansko. Evander. Met ruimte. En die schiet. En zo. Wat een heerlijke goal van de Braziliaan Evander. Net buiten de 16 geschoten. Keeper stond waarschijnlijk niet helemaal lekker opgesteld. En Evander maakt daar gebruik van. En die scoort toch een heerlijke goal hier. Weer kort. Carlson. Buurmeester. Geertruida, goed gedaan. Geertruida, nu heeft Feyenoord ruimte. Geertruida blijft gewoon in het balbezit. Geertruida, goede bal richting Szymanski. En deze moet er dan in. En deze gaat er ook in. Het is de Paul Szymanski. Die ook goed in vorm is hoor, de laatste tijd. Veel assists. Regelmatigste goals. En ook fantastisch natuurlijk gedaan door Geertruida, die bal onderschept. Run maakt over het hele veld. Perfecte paas geeft op Szymanski, die zijn doelpunt kan maken hier. Bazour, De Wit. Wat doe je jongen? Is dat helemaal niet goed opgesteld? En dan kan volgens mij Carlson zo doorlopen. Wist het iemand anders? Maakt niet uit. Het is in ieder geval de aansluitingstreffer voor AZ. Het is 2-1. Ja, De Neer die stond daar gewoon stil. Die loopt gewoon totaal niet mee. Trauner is te laat daardoor.
En Bijlo is kansloos. Hier nogmaals de neer. Kijk, blijf gewoon staan. Gaat te laat lopen. En dan is het 2-1. Goed gedaan door de neer. En die bal gaat achter. Pavlidis. Het is doelpunt. Het is echt niet te geloven dit. De verdediging die staat zo ver naar voren. Dat staan ze normaal nooit. Dus ik denk, ik geef een kort paasje. Ik ben ook weer te snel. Zonder te kijken. En dan krijgen we dus dit. Balletje, Pavlidis. Stiftballetje. En het is 2-2. Bijlo. Richting Orellano. Shotta gaat diep. Orellano met een goede paas. Shotta is die buitenspel. Staat hij niet. Kan 1-1 op de keeper. En het is 3-2. Feyenoord staat weer voor. Gelukkig staat Feyenoord weer voor. Want ja, het was natuurlijk niet best. Hoe die 2-2 zomaar werd weggegeven. Dit is Shotta met de goede run. Goede paas van Orellano. Szymanski op Trezor. Die kan geschieten. Buitenkantje voet. Zo, en dit is een hele mooie goal hoor, van Mike Trezor. Overgekomen van Genk voor een hoop geld. 15 miljoen, 16 miljoen. Ik weet het niet eens meer precies. Maar hij scoort hij zijn tweede. Vorige wedstrijd tegen Excelsior natuurlijk al in de allerlaatste minuten gelijkmaker gescoord. En deze ja, mag er zeker ook zijn hoor. Kijk eens, hij krijgt de bal hier. Oh. Schiet hem prachtig binnen. De Wit. Goede onderschepping van Geertruiden, maar geen balbezit. De Neer, nu wel balbezit. Shotta, Szymanski. Trezor loopt door. En die heeft nu alle tijd en ruimte om wat leuks te doen. En dat doet hij ook. En hij scoort zijn tweede doelpunt van de middag, van de avond. Ik weet niet wat het is. Avond waarschijnlijk, het is bekervoetbal. Veel ruimte. Kan alleen op de keeper af. Schiet hem hard binnen. 2 minuten. Karlsson. Bal terug op De Wit. Bazour. Helemaal naar rechts toe, richting Evian. Hansko kan die bal pakken. En dan zit de wedstrijd erop. En gaat Feyenoord door naar de finale van de beker. Omdat ze met 5-2 van AZ hebben gewonnen.